Ik heb hier nou mijn installatie klaarstaan voor mijn deur te lijmen. Mijn werkbank is nou vlak. Ik heb een allemaal van die bruggetjes gemaakt. Waar deze KT5-2 op kan. Dat is van Bessie. Dat zet je er zo tussen en dan kan je zo aandraaien. Geweldig, hè? Dan heb ik er een stuk of 3, 4 van deze dingen. Kost rond de €20, €22 per stuk. En om snelheid te maken, heb ik hier op de kop een draadend ingemaakt en een kruisje ingezaagd. Dan kan ik mijn bitje in doen in mijn accutol en kan ik hem zo snel draaien op de lengte die ik hebben wil. Anders sta ik 20 keer dit te doen. Geen zin in. Nou, toen dacht ik, nou, ik koop gewoon een heel zooi van deze dingen. Daar ben ik altijd klaar voor dat lijmen. Dan kan ik hier zo een aantal naast elkaar zetten. Een plaatje erop van MDF. En dat geweldig. Maar toen ging ik kijken op internet en naar mijn leverancier, mijn ijzerhandel, opgebeld. Dan hielden ze me een half uur aan de lijn en toen hoorde ik nog niks. Dan heb ik maar opgehangen. En toen was de enige die ik op internet kon vinden, dat was Baptist, die ze wel in voorraad had, zeiden ze op de website. Nou, ik ben al zo erg waanend geworden dat ik denk, nou, dat zal wel. Dus ik denk, ik bel op, ik heb ervoor over om 1,5 uur in de auto te gaan zitten en ze te gaan halen. Want ik kan niet, ik loop achter met mijn werk. En overal waar, en ik had er eentje bij Amazon, daar dacht ik, daar koop ik er 10. En daar stond eerste instantie, morgen zou ik ze aankrijgen. Ik had afgerekend en toen stond er, over een maand af, kreeg ik ze pas. Ja, heb ik gelijk geannuleerd. Wat is dat nou weer? Daar word ik helemaal niet goed van. Nou goed, ik denk, weet je wat, ik ga ze maken. Men zagen stukken van 25 centimeter. Men boren een gat van 6,5 millimeter. Men nemen een stukje M6. Twee moertjes. Misschien zo'n stukje. Dan heb ik een hendeltje om te draaien. Kijk, dan kan dat zo heen en weer. En ik kan hem ook aandraaien. Ik knip hier achter die moer, knip ik dat draad kapot. En ik draai hem terug, dat hij vast zit. En hier ook. Dus dan kan die er niet meer uit. Dus dit is mijn hendel. Aan het andere eind een M12. Kijk, en die moet ik opsluiten in een klosje. Maar ik moet hier moet ik een klos krijgen waar ik een draadend in heb. Dus dan moet ik of via deze kant erin of via deze kant. Als ik dit vast ga maken en dit zit vast, dan kan ik mijn klosje hier niet kwijt. En dan moet ik dat door midden gaan zagen om hem weer vast te krijgen. Dus dan moet ik even opletten. Dus dit klosje, dat moet ik nu eerst maken. Dat komt aan die dwarsgeleide die achter me erop geschroefd. Dus hoe dik zal dat klosje nou zijn? Als ik hier een centimeter aan iedere kant over heb, dus 12, 3 keer 6, 36. Nou, vind ik wel een dik klosje. 3 centimeter vind ik zat. Ik ga een klosje van 3 centimeter waar ik een gat in boor, waar dit draad in moet. A zo B. Keihard. Klosje. Puntje eraan gemaakt aan die M12 en ik heb een gat geboord van 11, dus dat moet een draad geven. Kijk, hij gaat hem oppakken en dat ga ik er nu eerst in draaien en dan boor ik hier 2 gaatjes van 4. Er kan een schroefje in, dan kan die zo. Moet wel stevig schroeven, want ik ga ook draaien aan dat ding. En dan ga ik drukkracht geven op die schroeven. Dus die schroeven moeten ook wel een beetje stevig zijn. Misschien dat ik geen 4 neem.
44, maar zo'n 45 of zo. Dat hij een beetje een dikkere schroef. Heb ik dit wel netjes op de kop gemaakt, maar dat moet eigenlijk iets lager, want ik wil hier een kruisje in maken. Dus dat is een beetje een vergissing, want als ik hierin ga zagen, dan... Nou... Hij scheurt.
Nou, ik ben begonnen met één zo'n klem, zo'n klas aan te schroeven. Dat kan. Toen dacht ik, nou, deze zijn met twee. Dus ik heb hier ook met twee schroeven in een klos gedaan. Dan heb je hetzelfde principe van een bruggetje. Zoals deze. Kijk, hetzelfde principe. Dus ik heb hier M12 gewoon met een klosje eronder. Maak ik er een heel stel van. Nou, dan kan ik alles klemmen die ik in de breedte kan. Gleufje van 10 mm hierin nog. Past precies in die 10 mm van het aluminium. Kijk. Maar op deze manier kan het ook. Dat hij er vast op geschroefd zit. Hier heb je meer speelruimte. Kan je doen waar je het wil. Kijk, deze loopt al. Maar deze gaat nog een beetje stug. Die moet ik een beetje smeren.